We zeggen altijd van bekijk nou het hele proces door de ogen van de koe. Want uiteindelijk is het dier degene die er geld van moet maken. Wanneer er melk gemaakt is, uitbetaald is, dan zit daar het rendement. Alles wat daarvoor zit, dat kost geld, maar de koe liegt nooit. Dus als wij kijken naar de koe en we kijken ook naar kuilanalyses, bodemanalyses, mestanalyses, dan kun je daaruit verbanden trekken. En die verbanden die geven ons inzicht. En dat inzicht geeft de kennis om weer te anticiperen op wat moet ik nou in het vervolg gaan doen. Als er een tekort zit, dan kun je via bemesting kun je spoorelementen toevoegen aan je bodem. Daarmee maak je een gezonder gewas. En een gezonder gewas is gezonder ruwvoer, is een gezondere koe. We winnen het nooit van de natuur, dus werk mee en werk niet tegen.